Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Dit keer zijn we bij het CBR Eemnes. En ik ga hier een voorbeeld van een examenroute doen, zodat jullie een beeld krijgen hoe gaat nou precies een examen. Heel veel kijkplezier. Ik ga hier vertrekken bij het CBR Eemnes. Ik kijk even binnen voor buitenaarse richting. Ik kijk even naar links rechts de straat in. En ik vervolg mijn weg en ik ga beginnen aan de examenroute. Maak een korte bocht. Binnenspiegel, buitenspiegeltje kijken, gas geven. Einde van deze weg ga ik linksaf. Hier links en rechts ligt nog een straatje, dus kijk even links, kijk even rechts. En dan ga ik linksaf, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole, ik stop hier even bij de haaientanden. Kijken wat die grijze bus doet. Ik kijk gelijk de kruising op, want ik heb nu tijd zat om dat te doen. Ik kijk even en ik vervolg mijn weg. Kijk binnenspiegel, buitenspiegel, dan ga ik snelheid verhogen. Je kijkt even of je niet wordt ingehaald. Even links kijken. En dan zie ik verderop al een rotonde. Zit nog een straat voor? Ik kijk even. Ik kan alleen reageren op het moment dat ik gezien heb. Ik ga linksaf, driekwart binnen, voor, buiten, naast, richting naar links. Ik kijk in mijn binnenspiegel, buitenspiegel. En ik ga rustig de rotonde in zijn tweede versnelling naderen. Kijk wat die auto doet. Ik kan er mooi op rijden. En ik volg mijn weg rustig de rotonde op. De BMW moet in principe stoppen. Kijken richting naar rechts. Na controle. En dan is het binnenspiegel, buitenspiegel kijken. En ik ga snelheid verhogen. Ik mag 60. Gaf je net op het bord aan. En dan ga ik linksaf richting Amersfoort. Ik kijk binnenspiegel, voor, linkerspiegel, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk in feite nog een keer. Op de uitrijstrook pas afremmen, binnenspiegel, buitenspiegel in de tweede versnelling zetten. En dan stop ik even voor het rechtdoorgaand verkeer. Ik buig af, dus rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat altijd voor afbuigend verkeer. Kijk in mijn spiegels en na die bestelbus kan ik mijn weg vervolgen. En dan gaan we de autosnelweg op. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik ga snelheid maken. Om een autosnelweg op te gaan, moet je zorgen dat je eigenlijk de snelheid aanneemt van het verkeer op de doorgaande rijbaan. Dus ik ga rustig snelheid maken. We gaan zo dadelijk niet invoegen, maar we gaan gelijk naar rechts. Wel je snelheid aannemen van het verkeer op de doorgaande rijbaan. We gaan gelijk rechts uitvoegen richting Amsterdam. Het is blokmarkering. Omdat blokmarkering is, mag ik er rechts voorbij gaan. Blijf wel in de gaten houden of ze niet alsnog afgaan. De richting zet ik pas uit bij de doorgetrokken streep. Ik kijk even binnenspiegel, buitenspiegel. En ik laat mijn gas een klein beetje los en dan mag ik 80 blijven rijden. Blijf goed in de spiegels, alles in de gaten houden. Om de 4-5 seconden moet ik ongeveer in de spiegels kijken. En dan moet ik ze dadelijk weer invoegen. Kijk alvast een keer naar links. Dan kijk binnenspiegel voor, buitenspiegel naast, richting. Ik doe een nakontrole. Daarna ga ik er pas op. Zodra je de nakontrole hebt gehad, ik hier invoegen. Ik kijk weer binnenspiegel, voor, buitenspiegel, naast, richting. Ik doe een nakontrole en ik ga erop. En dan ga ik er straks bij afslit 8 ga ik er straks af. Denk eraan dat je ook even goed rechts in de gaten houdt. Dat verkeer komt ingevoegd. Je ziet een pijl op de matrixbord. Dat betekent dat die mensen ook naar deze baan komen, want dat wordt hierna een rode kruis en dat betekent dat het verboden is. Dus afrit 8 gaan we er zo dadelijk af richting Blaricum. Kijk veel in je spiegels. Weet wat er achter je zit en wat er achter kan gebeuren. Dan ga ik zo dadelijk rechtsaf. Hier zie je ook de rode kruis. Dus hier rechts mag je er niet op rijden, dat is een spitsstrook. Maar de afslag die komt er zo dadelijk aan en dan mag je er wel af. Ik kijk binnenspiegel, ik kijk voor, ik kijk rechte spiegel, rechte schouder. Ik geef richting aan. Dan ga ik een nakontrole doen. Ik kijk nog een keer binnenspiegel, voor, rechte spiegel, rechte schouder, richting. En dan ga ik eraf ter hoogte van de blokmarkering en dan pak ik gelijk de meest rechtse strook.
En bij de doorgetrokken streep kan de richting terug. Je ziet dat het een scherpe bocht is. Dus ik kijk binnen-buitenspiegel. Ik zet hem even in de derde versnelling. En dan ga ik linksaf. Ik kijk binnenspiegel, voor, linkerspiegel, naast, richting. Kijk alvast het kruispunt mooi op. Zodat je dadelijk precies weet wat er gebeurt en waar je heen moet. Kijk binnen-buitenspiegeltje. Ik kijk even links, ik kijk even rechts of er niemand de rood heen komt. Ik maak gelijk een ruime bocht, plaats op de weg is rechts. Ik ga hier rechtsaf, ik kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk toch nog even hier het fietspad op, stel de rijtrainer naar rood. En dan vervolg ik mijn weg. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik mag 50, dus ik geef gewoon rustig gas. En dan gaan we straks de tweede weg linksaf. Die liggen heel kort achter elkaar. Dus bij de gele paaltjes is dat. Ik kijk binnenspiegel voor, linkerspiegel naast. Ik geef richting aan, ik doe een nakontrole. Ik rijd het strookje op en daar mag ik pas remmen. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. In de tweede versnelling, ik loop een fietspad. Zodra ik het fietspad passeer, moet ik even naar links en naar rechts kijken. En dan vervolg ik mijn weg. 30 zones, de staten zijn dan ook altijd gelijkwaardig. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole. En in deze straat ga ik een bijzondere verrichting doen. En ik wil eigenlijk een bocht achteruit gaan maken. Obstakel, kijk even binnenspiegel, buitenspiegel. Dan mag ik pas passeren. Het obstakel staat ook op mijn zijde. Dus ik moet altijd voorrang verlenen. Kijk even binnenspiegel over mijn rechterschouder bij terugkomen. In deze straat wil ik een bijzondere verrichting doen, bocht achteruit. Ik kijk eerst nog het straatje en dan ga ik het aangeven dat ik gestopt. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole en ik stop ongeveer een halve meter van de kant. Ik ga hem in zijn achteruit zetten. Ik kijk eerst even om me heen, want ik moet stoppen voor al het verkeer. En dan ga ik heel rustig naar achteren, terwijl ik op mijn spiegels de bocht blijf volgen. Ik blijf goed omheen kijken, want ik moet stoppen voor alles. Er zit een hecht, dus ik moet ook goed diep de straat in blijven kijken. En ik blijf om me heen kijken. En ik volg gewoon rustig de stoeprand. Blijf kijken, stoppen voor al het verkeer. Dan ga ik rustig hier de straat in. Blijf om me heen kijken. Kijk even, binnenspiegel voor, linkerspiegel naast. Geef richting naar links. Links heb ik voorrang, rechts moet ik voorrang verlenen. Dus je moet even goed oppassen. En ik vervolg gewoon rustig mijn weg. Binnenspiegel, buitenspiegel en gas geven. Ga ik op het einde van deze weg ga ik rechtsaf. Ik kijk binnenspiegel, voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Het is een gelijkwaardig kruispunt. Ik kom eigenlijk hier van rechts, maar ik kijk toch even of er niemand hard doorrijdt. En dan vervolg ik mijn weg. Je ziet door die hoge struiken weinig. Dus ik laat mijn gas even los. Ik kijk een binnenbuitenspiegel. Ik kijk even naar links. Ik kijk even naar rechts. En dan stop ik even voor die voetgangers. En ik geef ze mooi even de gelegenheid om over te steken. En ik heb best ervoor het kruis moet even wachten. Binnenspiegel, buitenspiegel, straatje nog inkijken. En ik vervolg gewoon mijn weg. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk even links de straat nog even in. En ik kijk gelijk diep de weg in waar ik heen wil. Een obstakel. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik ga er rustig voorbij. En gelijk weer een gelijkwaardig kruispunt. Ik laat mijn gas los. Ik kijk naar links, voor en ik kijk naar rechts. Binnenspiegel, buitenspiegeltje kijken. En ik vervolg rustig mijn weg. Ik ga straks op het grote kruispunt links even je aandacht nog verdelen. Even naar links kijken, voor, even naar rechts kijken. En ik ga linksaf, binnenspiegel, voor, linkerspiegel, linkerschouder, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik doe dit in zijn één nade omdat het een in-uitritconstructie is. Fietspad niet blokkeren. Ik kan oprijden tot net voor het fietspad. Komt er links, rechts niks aan, mag ik er overheen? Ik zie dat de auto die me tegemoet komt de korte bocht heeft. En er rijdt nog verkeer op de voorrangsweg. Dus ik zal heel even moeten wachten.
En dan gaan we zo dadelijk rechtsaf op de rotonde. Kijk, binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole. Ik ga rustig naderen. Moet ik stoppen voor de oversteekplaats? Sowieso, want de voetganger mag eerst. Ik kijk naar links. Die fiets is zo dadelijk weg. Naar rechts geen fietsers meer. Ik rij rustig op. Die auto's gaan eraf, dus ik kan mijn weg vervolgen. In de bocht even over mijn schouder kijken. Moet ik geen voorrang verlenen aan rechtdoorgaande fietsers? En dan vervolg ik mijn weg. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken. En ik zet hem in zijn 3. Kijk even hier. En dan gaan we zo dadelijk de eerste weg linksaf. Ik kijk binnenspiegel, voor, linkerspiegel, linkerschouder richting. Kijk het opritje nog even op. Ik doe een nakontrole. Rustig in de tweede versnelling naderen. Een beetje voorsorteren. In uitritconstructie, die ga ik in de eerste versnelling doen. Ik kijk even naar rechts nog. Ik kijk links-rechts het fietspad op. En ik ga hier een bijzondere verrichting doen. En dan kies ik om vooruit in een vak in te... Ik kijk binnenspiegel voor, buitenspiegel naast, richting. Ik doe nakontrole. Ik wacht tot de spiegel gelijk staat aan de lijn van het vak waar ik op wil. Ik doe een nakontrole nog, kijk nog een keer. En ik stuur gewoon rustig het vak op. En ik kom dan precies bovenop het vak te staan. Als je rechts staat, terugsturen. En ik rij rustig naar voren. Ik zet hem in zijn achteruit. Ik kijk goed om me heen. Komt de fietser aan, daar wacht ik nog even op. Dus zodra de fietser gepasseerd is, kijk ik ook nog een keer naar rechts. En dan draai ik de auto eruit. Ik stop. Ik kijk nog even binnen, buiten, naast, richting naar links. En ik vervolg mijn weg. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. En ik ga gas geven. Kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik ga op het einde links. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Kijk even binnen, buitenspiegel. Het is een in-uitrit. Doe ik in de eerste versnelling. Het fietspad niet blokkeren. Anders moet ik er net van tevoren wachten. Ik wacht hier even tot de auto gepasseerd is. Rechts is vrij. En nu kan ik langzaam oprijden. En dan vervolg ik rustig mijn weg. Op de rotonde ga ik zo dadelijk 3/4. Ik ga linksaf. Ik kijk binnenspiegel, ik kijk voor, ik kijk linkerspiegel, ik kijk naast. Ik geef richting aan, ik doe een nakontrole. Binnenspiegel, buitenspiegel, kijk voor het afremmen. Kijk hier nog even. Geen voetgangers. Ik kijk even links, rechts. Nou, het is helemaal vrij. Ook de rotonde is vrij, geen fietsers. Dus ik kan er gewoon rustig op rijden. En ga ik de derde weg eraf. Direct daarna ga ik rechtsaf. Dus kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole, links, rechts het fietspad op. Ik ga hier rechtsaf, binnen, buiten, naast, richting. Nakontrole. Geen fietsers, dus ik kan mijn weg vervolgen. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik rij rustig door. Je ziet dat hier wat smaller wordt. Hoe smaller het wordt, des te langzamer moet je doen. Kijk ook even links. Ik heb voorrang, maar je kan alleen reageren op het moment dat je het gezien hebt. Binnenspiegel, buitenspiegel en ik rij rustig door. Ik mag hier 50. De obstakels staan aan de andere kant. Dus het verkeer wat ons tegemoet komt, moet ons voor laten gaan. Maar je weet nooit, als iemand doorrijdt, moet je toch kunnen reageren. Dus ik rem hierbij. Ik ga die auto ertussen. Ik kijk binnen, buitenspiegel en ik vervolg mijn weg. Autorijden is een beetje geven en nemen altijd. Binnenspiegel, buitenspiegel voor de verhoging. Kijk even links. En dan vervolg ik rustig mijn weg. Ik ga hier rechtsaf. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Kijk even links. Ik doe een nakontrole. Ik kijk het fietspad op. En ik vervolg rustig hier mijn weg. En dan blijf ik de weg naar links volgen. Ruim in de bocht houden. Toch nog even rechts kijken. Gelijkwaardig. Bestuurders van rechts voorrang verlenen. Ga ik hier rechtsaf. Binnenspiegel, voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole. En dan ga ik er hier rustig in. Blijf even achter de fietser. Kijk naast me. En dan ga ik aan deze straat, ga ik even aan de rechterzijde een parkeerplaatsje zoeken om even de navigatie in te stellen. Kijk nog even het straatje. Nooit inhalen voor een gelijkwaardig kruispunt. Dan moet je er altijd even achter blijven. Ik ga hier stoppen. Binnen, voor, buiten, naast, richting. En ik volg hem in mijn spiegel en ik stop hier.
rijden nu terug naar het CBR door middel van de navigatie. Denk eraan, dat je, op het moment dat je met navigatie rijdt, dat je niet verkeerd kan rijden. Je komt altijd goed uit, want hij herberekent zich op het moment dat je fout rijdt. Je zal toch zelf nog op de weg moeten letten. Er kan een wegopbreking zijn, een straat die geblokkeerd is, of dat er misschien tijdelijk even niet in mag. Dan zou je een andere route moeten kiezen. Dus je moet zelf ook altijd je ogen open houden. Maak ook gebruik van het kaartje. Dat je af en toe daarop kijkt, dan kun je de loop van de weg zien. Maar je ziet ook alle zijstraatjes. Binnenspiegel voor, buitenspiegel naast, richting en ik vervolg mijn weg. Kijk alle straten in, ook links. Je kan alleen reageren op het moment dat je het gezien hebt. Het is een 30-zone. Zijn de straten ook altijd gelijkwaardig? Dat betekent dat de bestuurders van rechts voorrang moet verlenen. Even terugkomen naar je eigen helft. Rustig door de rechts, zie je weinig. Ik kijk even. Kijk ook links. Ik blijf hier de weg naar links volgen. Hou rechts nog even in de gaten. En dan komen we hier even kijken nog. Niets. Over 150 meter rechts rijden en daarna rechts afslaan. Nu rechts afslaan. En dan gaan we daarna rechts. Binnen, buiten, naast, richting. Ik stuur een klein beetje naar links. Een fietspad met weinig zicht. Een raar bochtje. Ik kijk even naar links. Er komt niks aan. En dan vervolg ik mijn weg. En dan ga ik gelijk rechtsaf bij de verkeerslicht. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Pas remmen op de uitrijstrook. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik kijk even naar links. Over 250 meter links afslaan naar de 1. En ik maak gelijk een ruime bocht omdat ik linksaf moet. Ik kijk binnenspiegel, voor, linkerspiegel, naast. Ik geef richting aan. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel voor het remmen. Ik ga rustig op die auto af. Zorg dat je altijd nog de wielen van de auto kan zien. Kijk of er niemand hard rechtdoor gereden komt. En dan gaan we richting de autosnelweg. Nog niet te hard de bocht in, rustig aan. 5 kilometer volgen, alstublieft. Kijk een keer naar links en ga snelheid maken. Ik kijk binnenspiegel voor, buitenspiegel naast, richting. Ik doe een nakontrole en ik voel de richting. Mag je pas uitdoen op het moment dat de blokmarkering ophoudt en een doorgetrokken streep wordt. Dat is hier bijna. Kijk even binnenspiegel, buitenspiegel. En ik ga hier de richtingwijzer uitzetten. Over 1500 meter rechts rijden naar de A27 richting Almere. En ik blijf Almere aanhouden. Nu rechts rijden. Hou even hier het invoegend verkeer in de gaten. Ik ga er hier af. En ik doe mooi van rijstrook wisselen. Een iets scherpere bocht. Ik kijk even binnen buitenspiegel. Ik rem een klein beetje bij. En ik schakel even terug naar de derde versnelling. Rustig de bocht in. Goed afstand houden. Binnenkort rechts afslaan. Ja. Ik ga eerst even invoegen nog. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe nakontrole en dan pas verplaatsen. Over 1100 meter rechts afslaan richting Eemnes. Kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Als ik vooruit kijk zie ik scherpe bocht. Aan de bochtschilder kan ik ook zien dat het een hele scherpe bocht is. Dus ik ga rustig remmen en ik zet hem in over de derde versnelling. Over 50 meter rechts afslaan naar Zuiderzingen en daarna weer rechts afslaan. We zijn vlak bij het CBR. Ik kijk binnenspiegel voor, buitenspiegel naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk alvast een keer naar links en dan ga ik gelijk de eerstvolgende weg rechtsaf. Ik kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole en ik draai er hier rustig af. Kijk even gelijk rechts en links en ik vervolg mijn weg. Rechtsaf bij het CBR. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole in de eerste versnelling en dit is een in-uitritconstructie. En ik maak hier een korte bocht en ik rij hier rustig erop en ik ga naar het CBR toe. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk en nuttig gevonden hebben. Vind je hem leuk en nuttig? Geef een duimpje omhoog, een comment en vergeet niet hieronder te abonneren. Doei!